De spelersbus van Anderlecht, gisteren namiddag voor de poorten van Charleroi. De eerste match in wat de week van de waarheid wordt genoemd voor Paars-Wit. Charleroi, Gent, Standard, 3 matchen in 8 dagen tijd. De kopjes, geconcentreerd, al kon er voor die vriendelijke flik van Charleroi nog wel een handtekening af. Chris van den Abele. Dat lelijk stadion, daar kunnen we mee leven. Maar dat patatteveld, dat is eerste klasse onwaardig. Dat daar nog volk komt naar kijken. C'est vrai que l'état du terrain, mais bon, ça valait pour les deux équipes. Op het terrein is niet makkelijk natuurlijk, maar avec le mauvais état du terrain. Un match qui s'est déroulé malgré les circonstances de façon assez fair play. Dans le milieu, c'était jamais facile sur le terrain comme ça. Over de eerste helft zullen we kort zijn. Eén grote kans gezien. Tom de Zutter. Goeie bal. Goeie redding. De Anderlecht-kop altijd gepast gekleed. Voor het promoteam van Jupiler het signaal om warme kledij met een kanon in de supporters te schieten. Probleem, de bezoekers zitten bij Charleroi in een duiventil. Onbereikbaar voor een kanon. En toen viel een doelpunt. Na een assist van Tom de Zutter. Schitterende assist. Ja, ik zag, normaal gezien is er altijd iemand als je daar elkaar komt te staan. En dan komt er makkelijker om een aanval erin te lopen. Dus, Die inspanning, dat been nog strekken, dat is niet zo eenvoudig, neem ik. Nee, maar ja, ik heb altijd zoal patent gehad op mijn been nog iets verder uitsteken. En dat voor een man die half geblesseerd aan de match was begonnen. Gelet op zijn toestand, want hij heeft dus letterlijk en figuurlijk na de wedstrijd gezegd dat hij dus fysiek en medisch, zou ik zeggen, zich kapot voelde. Dus dan zullen we moeten zien hoe dat hij recupereert. Dus in dat opzicht ben ik wel niet ontevreden. Hij zegt ook iets over zijn mentaliteit. Als hij bijna geblesseerd is, bij die assist, moet hij echt tot het uiterste gaan. Maar, is die jongen zo? Ja. Roland Juhasz scoorde en wreef zich over het kortgeschoren kopje. 3 weken geleden ging hij naar de kapper. Sindsdien scoort hij. Match na match. You know the story of Samson? It was a man with long hair and the power was in his hair. Yes, now maybe for my opinion is to change a little bit. Because when I cut now 3 games, 3 times score, I'm very happy. But I say a big thank you from Tom because 2 times he gave for assist for me. Voor wat competition voor ons op het team. Ik was een keer de 0. Als ik zijn verhaal hoor, Roland had een. Hoe zou ik dat kunnen noemen? Een bepaalde vrees. Ik weet niet waar dat gaan halen is. Dat hij dus vroeg of laat kaal zou worden of kaal aan het worden zou zijn. En dat wilde hij nagaan. Hij is er afgeschoren. Maar sinds dan scoort hij dus wel 2 maal met het hoofd en 1 maal met de voet. 4 op een rij, Roland. Afspraak woensdagavond in Gent.